Hallo jongens, wij zijn bij de McDonald's in Bali. Dus wij hebben een beetje lopen googlen en we wilden heel graag McDonald's op Bali uitproberen. En ze hadden echt allemaal gekke dingen op het menukaart, dus let's start. Laten we eens kijken wat ze hebben. Ik ben echt zo benieuwd. Het ziet er trouwens echt heel mooi uit, vind ik hier. Oh, van die gat onder het dak daar. Dus je kan hier ook gewoon lekker op een scherm bestellen. Dat gaan we ook doen. Dan kunnen we ook gelijk zien wat voor menukaart ze hebben. Plus, als je hier binnenkomt, moet ik heel eerlijk zeggen, het ruikt niet naar McDonald's, het ruikt naar KFC. Is het ook een beetje naar KFC ruiken hier? Ik heb wel op mijn duur. Ja, ik ook. Okay, laten we even bij de burgers kijken. Dat is allemaal hetzelfde volgens mij. Je hebt hier een Big Mac, McChicken. Dit is wel, kijk, je hebt others. Oh, wat grappig. Oh, je hebt hier rijst. Kijk, je hebt een soort van boxschool gewoon. Wat kost dit dan? Iets boven een euro. Heb je rijst met kip? Ik kan gewoon een ei toevoegen. Kijk, wat mij ook opviel, is dat ze hier gewoon soep hebben. Volgens mij is het soep. Bubur ayam. En je hebt hier nasi, jongens. Dit is ook anders. Je kan dus kip uitkiezen. Kijk, dat hebben we eigenlijk al niet in Nederland. Nee, dit is meer KFC. Je hebt crispy chicken en je hebt spicy chicken. En volgens mij zijn het gewoon kipballetjes. Ik wil die spicy uitproberen. Oké. Okay. Dit is de Happy Meal in Bali. Ik krijg gewoon rijst erbij. Onze bestelling komt eraan. Yes. Thank you so much. En ik pick your order, ja? Yeah? Yes. Thank you so much. Have a good day. Yes, thank you. Nou jongens, dit is ons eten en het heeft ons in totaal 8 euro gekost. Letterlijk. Het eerste wat mij opvalt hier, zeg maar, is dat je als saus chili saus hier krijgt. Volgens mij is het heel erg pittig. Rijst in een hamburgerzakje krijgen. Oh, dat is gewoon rijst. Oh mijn god, ik krijg gewoon zo'n rijstballetje. En kijk, wij wisten dus niet wat het was. Maar volgens mij is het een soort van soepje. Het heet chicken porridge. Ik heb geen idee wat het is. Ik ga het proeven. Maar volgens mij is het ook met rijst. Dat is fucking lekker. Nee, dat loopt. Dat is gewoon een soort van kippensoep. Oh, dat is niet pittig volgens mij. Nee. Dat is lekker. Het is gewoon kippensoep. Je moet het echt proeven. Dus het is gewoon niet normaal dat je het bij ons kan krijgen. Het is gewoon soep. Volgens mij rijst met kip. Het is allemaal prima, maar ik vind de structuur van dat puddingachtige onder van dat rijst, zeg maar, vind ik echt niet lekker, man. Dit is een soepje. Dat snap ik. Heb je het vroeger nooit gehad? Maar zeg maar, ik heb het gevoel dat ze een soort van zoutensoep wilden hebben. Nee, dit is een andere soep. Dit is een andere soep. Ik heb het vroeger. Dit doet me echt denken aan de soepjes van vroeger die we kregen met rijst en kip erin. Ook precies dezelfde structuur gewoon. Het is echt lekker voor McDonald's, vind ik. En voel je bent ziek en je pakt dat gewoon bij McDonald's. Nee, niet verkeerd, maar ik hou gewoon niet van het pudding of zo. Nee. Oké, okay, up to the next. Dat is dus rijst met kip en een sausje eroverheen. Ik ga het even proeven. Oké. Is dat die spicy chicken? Hij is best wel pittig, hij heeft een beetje een pepersausje. Oké, maar is het wel lekker? Jawel. Maar weet je wat ze volgens mij hebben gedaan? Je weet ook die chicken fingers die ze hebben? Ja. Ze hebben die gewoon in stukjes gesneden en dat zo is doorheen. Zo ziet het dan uit. Gefrituurd kip gewoon en daarna eigenlijk saus over. Niet bijzonder dit. Dat vind ik echt zo. Dit is echt gewoon precies fast food. Ja. Want ja, dit toch? Dit is rijst met kipnuggets. Met die chicken fingers en dan de saus erover. En dan is het gewoon een pepersausje eroverheen. Maar het is niet slecht. Nee. Echt niet slecht voor McDonald's. Het is een heel ander soort eten. Het is alsof ze die curry van de Aldi. Ja, dat klopt. Ja, klopt echt. En nu hebben wij dus niet slecht. Twee kips. Ik verkoop hier dus allemaal van die gefrituurde kip die je eigenlijk bij de KFC op kan halen. Dit. Alleen Essen heeft dus de normale versie. Hier ziet het ook een beetje aan de kleur. En ik heb de pittige variant. En we gaan ze even allebei uitproberen. Ik denk dat Essen doodgaat als hij deze proeft. Maar deze is pittig. Ik denk het wel. Hij ruikt niet pittig. Goed dan. Hier, die ook kip hier op. Ik ga het nou proeven. Zo erin. Is het pittig? Weet je wel. Ik vind alleen de kip is heel vettig. Hij is heel vettig.
smaakt wel van een KFC. Ja. Ja. Een soort van, ja, in principe wel. Ja, toch? Wat krijg je trouwens bij? Wat is dit? Ui. Oh, je krijgt gebakken uitjes bij. Lekker. En ik heb er ook ei bij. Een omelet, hè? Kun je ons over de rijst heen, denk ik. Proef de ei. De ei is zeg maar, in principe is gewoon scrambled egg. En het is heel smaakloos. Maar niet slecht. Zo. Het is heel smaakloos. Ik vind het niet echt lekker. Nee, maar ik vind de rijst, dat moet niet echt lekker uitzien. Nee, deze ziet er niet goed uit. Nee. Deze ziet er wel goed uit. Ja. Uit deze bak, dit is echt hele mooie witte rijst. Hele mooi. We gaan nu de rijst eten met ei. Dat is misschien wel een goed idee, hè? En misschien een beetje chili saus erover. Nee, deze hebben ze erbij gegeven. Oh echt? Een sambal. Oh jezus. Oké, ik vind het echt niet lekker man. Maar hoe is jouw spicy kit dan? Zullen we die ook proberen? Ik denk dat je doodgaat, letterlijk hè? Geef maar eerst. Of laat mij eerst gaan. Wacht, ik heb nu even een pittige smaak nodig. Ga even eten. Ga je eerst? Well, anders ben ik bang dat ik niet meer durf. Nou, ga eerst. Ik heb je echt zin, ik zeg eerlijk. Waarom kijk je zo lang in de camera? En? Zo, ga nog een keer. Nee, hij is helemaal niet pittig hoor, valt echt mee. Je moet wel even de huid pakken. Kijk dan. Hij is maar wel echt, ik weet niet of hij blinkt, zie je dat? Hij is echt vet. Je moet wel echt die huid pakken, zeg maar. Hij is wel pittig, man. Oh. Ik heb echt een tering leven. Hij is echt pittig. Echt. Oh, mensen lachen je ook echt uit. Hij is echt pittig, hè? Ik vond hem ook wel echt pittig. Jongens, ik kan tegen pittig eten, daarom weer geven. Ik leg het in mee. Maar je moet nu dit eten. Je moet maar de manier hoe je hem af was echt van, oh, er is echt niks. Je hebt even wat gedaan, je moet echt dit eten nu. Maar dat wil ik niet. Oké, de laatste. Als toetje hebben we hier de apple pie genomen. Ik en die hebben we allebei, ja? Ik heb hier heel veel goede verhalen over gehoord. Ja, maar die hebben we allebei nog niet in Nederland gehad. Nee, maar ik heb echt gehoord dat die echt lekker is. En toen mensen het zeiden, waren ze echt ook zwaar overtuigd. Hij ziet er zo uit, hij is gefrituurd. Dus het is niet echt een pie. Hij is gefrituurd? Ja. Mensen zeiden dat hij echt lekker was. Nou, proef jij maar eerst. Ik weet wat ik ervan vind. Ik vind hem echt zwaar tegenvallen. Hij is niet verkeerd. Ik vind het echt niet lekker. Ik vind zeg maar de structuur van de buitenkant. Ja, kijk, je ziet wel de binnenkant is leeg. Ja, het is echt zo heel. Het is alsof je. Ik had zeg maar echt appelstukjes of zo erin verwacht. Maar. Het is alsof je zeg maar een lekkere krokante zoete laag hebt met appelmoes erin. Ja, gewoon een simpele appelmoes. Ja, nou, niet eens lekkere appelmoes. Ja. Maar ik vind het wel echt lekker krokant, man. Ja? Hier, appelstukje. Dat stuk zal denk ik wel lekker zijn. Ja, ik kan alleen de inhoud niet lekker. Ja. Dus deze doe ik weg. Zo. Oh, we hebben echt lopen kloten hier. Nu deze rol. Ja, echt waar? Ja. Oh, wat grappig. Ik vond het dus echt absoluut niet lekker. Als je kijkt naar de foto. Kijken. Dan lijkt het alsof er heel veel vulling in zit. Ja, klopt. En zoals jullie net zagen. Ja, maar dan moet ik wel eerlijk zeggen, dit is gewoon catfish. Ja, dit is catfish. Dit is catfish. Ik ga alles beoordelen. Mm-hmm. Wat was het minst lekker? Voor mij ja? Vond ik dit het minst lekker. Ja? Die soort van kippensoep pudding. Mm-hmm. Omdat het contrast zeg maar, tussen rijst en kip, er is heel weinig kip. Er was bijna niks van kip erin. Mm-hmm. En er is heel veel pudding, dus dat, ik vind dit sowieso niet echt lekker. Ja. Ik weet niet, ja, wat vond jij het minst lekker? Het minst lekkere? Eigenlijk dit. Ik vind dit nee, joh, je bent wel. Jawel. Weet je waarom ik het raar vind? Gewoon rijst met chicken fingers en saus erop. En die saus vind ik ook niet zo lekker. Ik vind dit een beetje raar ofzo. Ik vind juist de simpelheid hiervan het
daarom juist het lekkerst van allemaal. En dit vond ik gewoon lekker, ik ben het er niet mee eens, want dit doet me echt denken aan een oma's recept. Ik weet niet hoe het heet, maar het is gewoon zo'n lekkere soep met gewoon heel veel rijst, kip erin. En ik vind het echt smaak heeft, hè. Misschien is het een ijs, jij bent denk ik misschien een structuur zo geweest, maar dit, is echt, dit doet me echt denken aan vroeger. Ik zou dit helemaal op kunnen eten. Echt? Ja, dit kan ik helemaal op, dat nooit. Oké. En qua rijst die je hier erbij kreeg. Oh, echt niet lekker. Nee, deze rijst, echt, je ziet ook zeg maar, de structuur van deze rijst is heel plakkerig. En een heel andere kleur dan ja, deze. Ja, deze is wit en deze is meer bruinig. Ik vind dit veel lekkerder. Dat deze heel oud is ofzo. Wat vond je van de kip? Wat vond je lekker? De spicy of de non-spicy? Ja, ik vond de spicy echt gewoon gruwelijk. Er is, ken jullie de hot wings van KFC, maar dat dan keer 2 gewoon. Ja. En ik vond dan die andere wel, ja die, ik kan gewoon niet pittig eten. Ja, en de omeletje, ik vond het zeg van McDonald's best wel oké, maar ik zou het niet bestellen. Ik had er graag zout bij gewild. Ja. Wat vond je van de chili saus en de ja, heerlijk. Nee, maar waarom durf je dat niet? Maar hoe moet ik dat dan doen? Op de kip. Of dip zo'n dip? Oh wacht, ik doe de sappel, doe ik dus in de soep. Cheers. Oh, doodgaan. Ja, echt? Ja. Is die pittig? Doodgaan, ja. Ja. Die vrouw naast ons is heel veel los, hè? Ja. Ze is zwanger. Oh, leuk. Ja, dat is echt raar. Ik vind de kip echt lekker. Deze smaakt gewoon naar McDonald's of KFC. Ik vind het er alleen niet smakelijk uitzien. Nee. Als je er eenmaal één hap van hebt gehad, als je kijkt naar de binnenkant. Ja. Zeg maar. Ik weet niet, man. Het ziet er niet kwalitatief uit in ieder geval. Ik vind de percentage, maar ik vind de saus lekker. Chili en salm vind ik lekker. Wat voor cijfer geef je deze? De apple pie? Ja. 7,5. Nou, ik geef deze echt gewoon een 4. Ik vond het echt vies gewoon. Ik vond het echt niet lekker. Ik vind het wel heel leuk hoe ze de rijst serveren in zo'n papiertje, zeg maar. Wat ik niet verwacht. Ik dacht echt dat je zo'n bakje kreeg of zo. Zou je het leuk vinden als in Nederland zo'n soort McDonald's, als ze dit ook zouden aanbieden? Maar misschien kwalitatiever. Dat je rijst kan krijgen daar en kip. Nee, want als ik met McDonald's wil, dan wil ik gewoon friet. Eerlijk, ik wil gewoon friet. Maar dit, stel je voor, je bent ziek en je gaat langs een McDonald's en je denkt, oh, ik heb echt zin in een soepje. Ja, man. Ik zou dan eerder voor zout over kiezen, jongens. Maar je kan deze langs weghalen. Pudding. En McDonald's kroeg gewoon zeker open. Ja, ik weet niet, maar ik vind gewoon pudding soep. Ik vind deze kip nuggets achtige chili rijst. Vind ik top. Als ik niet op dieet was, zou ik hem helemaal opgegeten hebben. Oh, proef je nog de pittigheid? Nee, de appelmoes zit er maar in mijn mond. Oh, heerlijk. Nou jongens, ik hoop dat jullie onze mini mukbang lekker, lekker vonden. Vonden jullie het lekker, jongens? Leuk vinden, leuk vinden. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video. Oh, let trouwens, ik heb mijn BH-bordjes, ik heb daar niet eens aan gedacht. Sorry. En laat misschien even in de comments weten welke jullie het lekkerst vonden. Eruit zien. En wat je favoriet zou kunnen zijn. En of je dit in Nederland zou willen eten. Bring rice to McDonald's, ja of nee? It is no. Doeg! Doei.